De hele week regent het en precies als ik het over de regenton wil hebben, schijnt de zon. Maar dat geeft niet, want Jur heeft een hele slimme regenton bedacht. Studenten van de Universiteit Twente zijn in samenwerking met gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen bezig met het prototype hiervan. Maar Jur heeft het idee oorspronkelijk bedacht. Ik spreek hem vandaag. Jur, in 2015 heb je meegedaan aan de Creaton. Klopt. Waarom nam je deel? Nou, wij hebben vooral deel gedaan met een groep omdat we het gewoon heel gaaf vonden om een heel weekend lang een beetje rond te hacken. De challenge die wij kregen kwam van het waterschap. Dat komt omdat Enschede heel veel problemen heeft als het te hard regent met wateroverlast. Ja. En dat wateroverlast tegen te gaan was of we daar een oplossing voor konden bedenken. En waar draagt die oplossing dan aan bij? Die oplossing zelf is de Enschedeton, dat is een slimme regenton. Deze slimme regenton zorgt ervoor dat die leeg is op het moment dat het hard gaat regenen, zodat die eerst nog gevuld kan worden. En dat ontneemt het riool dan een groot deel van het water. Dus straks staan er nergens meer straten blank? Als het goed is, staat er straks niks meer blank. Met jouw team won je de Creaton. Wat gebeurde in die tijd daarna? Nou, in de tijd daarna ben ik vooral zelf heel druk bezig geweest met een eerste prototype. Dankzij het Novel Team mochten wij beginnen aan een eerste prototype. Cool. En met dat prototype ben ik toen ook in Amsterdam naar een duurzaamheidsbeurs geweest. Om ons idee daar te presenteren aan allemaal andere gemeentes die misschien wel in hetzelfde probleem zitten. Dus het was eigenlijk een uitgelezen kans om aan heel Nederland te laten zien wat jij bedacht hebt. Ja, ja, en het was ook wel heel gaaf om dat dan te kunnen laten zien en daar ook echt een prototype voor te maken. We zijn nu zo'n 3 jaar verder. Wat vind je ervan dat studenten met het prototype van jouw idee bezig zijn? Ja, het is wel heel tof om te zien dat er nog steeds studenten op afstuderen op een idee wat je zelf ooit bedacht hebt. Dat ze er ook nog steeds mee bezig zijn, is wel heel gaaf en dat er nog steeds mee doorgewerkt wordt. Volgens mij ben jij wel een ondernemend type, of niet? Klopt, ik vind ondernemen ontzettend leuk. Het is tof om met dingen bezig te zijn en om iets nieuws te doen. En gewoon buiten de dingen die je leert op de universiteit, compleet in de praktijk je ergens op te richten. Heb jij eigenlijk nog een tip voor een student die denkt, ik wil misschien ondernemen? Ik zeg vooral gewoon doen. Dat klinkt misschien heel cliché, maar uiteindelijk is er heel weinig wat je stopt. En als het je leuk lijkt om er tijd in te stoppen, moet je er vooral je tijd in stoppen. Wacht niet langer met het realiseren van jouw innovatieve business idee. Meer informatie of hoe wij jou kunnen helpen, bekijk de website.